Kinderen die willen oefenen met voorlezen kunnen dat doen in Bibliotheek Zwaneveld. Tegen een voorleeshond. De voorleeshond komt oorspronkelijk uit Amerika. Daar is het begonnen. En het werkt heel goed als kinderen voorlezen aan rustige honden. Dan worden ze daar zelf ook wat rustiger van en vertrouwder met het lezen, met het hardop voorlezen. En hardop voorlezen geeft ze dan ook wat zelfvertrouwen en wat meer durf. Het lezen gaat daardoor vooruit. En de taal voor de taalontwikkeling is natuurlijk ook geweldig. En daar komt het eigenlijk vandaan. Kinderen die kijken eerst en dan denken ze, wauw, die hond doet helemaal niets. Die hond die kijkt naar mij. Of de hond luistert. Of de hond slaapt, maar de hond slaapt niet. En dan komen ze tot de ontdekking, oh, ik durf wel wat dichter bij de hond. En dat is zo leuk om te zien. Het is in verschillende locaties nu, best wel veel. Beuningen, nou hier in Zwaneveld dan, en in Beek en nog een paar. Ik weet het allemaal niet zo precies uit mijn hoofd. Dus Wiepie, de mevrouw van de voorlezerhond, die krijgt het steeds drukker. Maar dat vindt ze prima, vindt ze hartstikke leuk en wij ook. Als kinderen dyslexie hebben, faalangst of stotteren, ze zijn bang voor honden. En dan gaan ze voor de hond zitten, op het krukje of op de grond. En dan valt het kwartje, laten we dat maar zeggen, valt weg. En ze stotteren niet, ze hebben geen faalangst. Ze lezen hartstikke goed, ze hebben geen autisme, enzovoorts. Nou, heel mooi om te zien.